Ja, we blijven maar in die beerput zitten, jongens, van die Voice of Holland en al gedoe en al die mensen. Oh, het is maar ook een rel, van heb ik jou daar. Ja, want even correctie weer dus. Correctie op, eigenlijk op video 2 die ik erover gemaakt heb. Dus zeg maar de video van gisteren, deze correctie. Het, eigenlijk moet ik weer terug naar video 1. Toen ik zei dat de Linda dus zielig was. En dat het de arme Linda was. Want wat blijkt nu? Het blijkt toch de zielige en toch de arme Linda te zijn. Want zij heeft de bandleider, hop, met piano en al, met vleugel en al, op straat gezet. En die loopt nou met zijn piano onder zijn arm, is weg. Dat is er gebeurd met de bandleider. Dus, tot ziens. En de Linda zit nu alleen, treurig, thuis. Ja, zo is het. Dus dat is toch wel een heel zielig verhaal. Nou, in ieder geval, dat heb ik nu dus weer even rechtgezet dan. Zo blijf ik elke dag aan het corrigeren in dit verhaal. Want nu hebben we in één keer dan weer, want nu zijn we aan het doorslaan in dit Hollandse MeToo gebeuren. Want wat denk je dan van die Albert Verlinde zegt? Die zit daar in één keer, de Humberto zit hij te beledigen en aan te vallen en te besmeuren. Want dat is wat er gebeurt. Want nou heeft ineens de Humberto het gedaan. Ja, maar Jezus. Kijk, en dan zegt hij, die Verlinde, maar ja, goed, die zit bij Talpa. Dus die denken van, ja, we gaan ons straatje ook maar eens eventjes, zoals altijd bij die tv, even schoonvegen. Die zegt, ja, elke vrouw die de Humberto leuk vond, daar zocht hij contact mee. Ja, en? Nou en? Sinds wanneer mag dat niet meer? Wat is dat nou toch weer? Ik bedoel, als hij die een berichtje wil sturen, dan stuurt hij die toch gewoon een berichtje. Daar is toch niks mee mis? En vroeger deed je dat ook. Vroeger stuurde je dan geen berichtje, dan liep je er gewoon op af. En dan zei je, hallo, mag ik je telefoonnummer of zullen we eens afspreken of weet ik veel. Dat ze altijd zo blijven. Mannen gaan achter vrouwen aan, punt. En sinds wanneer is dat niet goed? En dat moet ook zo blijven. En moeten we daar niet ingewikkeld over lopen doen? En als Humberto dat wil, dan moet Humberto dat gewoon zelf weten. Zo zit het. En niet anders. En dan moet je hem niet gaan beschuldigen van dat soort dingen. Zoals daar bij The Voice. Want dat is gewoon misbruik van macht. Dat is een totaal ander verhaal. Goeiedag, zeg hij. Nou ja, arme Humberto. Maar ja, goed. Misschien moet ik morgen wel weer corrigeren voor de arme Humberto, maar ja goed. En straks krijgen we ook nog op tv die Johnny de Mol. Ja, die weet natuurlijk helemaal van gekkigheid niet hoe die moet gaan praten straks. Want die moet dus alles goed lullen voor de Linda. En die moet voor John, voor de hele Talpa-beweging, moet die ook zo krom gaan lullen als morgen de hele dag. Dus daar gaan we straks heerlijk van genieten.